vliegbasis Eindhoven. Achter mij staat een C-17, afkomstig van Papa Airways in Hongarije. Hij wordt nu beladen met allerlei bevoorrading voor Mali. Zo, nog even één pallet laden. Het laadproces is een uiterst nauwkeurig klusje. Op de millimeter nauwkeurig. De crew maakt zich klaar voor een vlucht van 4485 kilometer van Eindhoven naar Bamako. We nemen even een kijkje in de cockpit. Gezagvoerder Erik de Groot, wat voor soort toestel is dit? Dit is de C-17, een militair transportvliegtuig. En we kunnen vracht of passagiers over de hele wereld inzetten. Of je veel of weinig vracht aan boord hebt, maakt niet heel veel uit voor het vliegtuig. Alleen tijdens het opstijgen en het landen, dan moet je goed opletten, want dan komt alles op de piloot aan. Als we zo cruisen, op ons flight level blijven vliegen, dan gebruiken we lekker de autopiloot. Die kan er mooi recht uithouden en recht blijven vliegen. We zijn vanochtend om 8:55 vertrokken van vliegbasis Eindhoven. En zijn nu onderweg naar Bamako, de hoofdstad van Mali. Het toestel is volgeladen met materiaal voor de Nederlandse militaire missie in Mali. Het toestel waar we nu mee vliegen kan 77 ton verplaatsen. Het is een van de grotere transporttoestellen ter wereld. We hebben aan boord pallets, een grote container, we hebben trailers. En dat zijn maar enkele voorbeelden wat we kunnen meenemen in de kist. Zitten er ook een beetje bommen en granaten aan boord? Daar kan ik geen antwoord op geven. We zijn zojuist Malaga gepasseerd. Aan de rechterkant zagen we de staatsburg Gibraltar. En we vliegen nu over Casablanca. Flight level 310. Ongeveer 10 kilometer hoogte en we vliegen Mach 0.76, dat is driekwart van de geluidssnelheid, ongeveer 1000 kilometer per uur. Wat is nou het verschil met het vliegen in een militaire kist of met een civiel vliegtuig? Ja, het grote verschil is dat wij ook op hele korte landingsbanen kunnen opstijgen en landen. Dus waar een 737 of een 747 altijd kilometers geasfalteerd landingsbaan nodig heeft, kunnen wij echt op een dirtstrip van 3500 voet kunnen wij dit vliegtuig neerzetten. Dus dat maakt ons echt overal inzetbaar, ook in Afrika en op moeilijk begaanbare plaatsen. Eindelijk, na pakweg 6 uur vliegen, komt de internationale luchthaven van Bamako in zicht. Behendig zet gezagvoerder De Groot de loodzware kist aan de grond in Mali. We staan aan de grond in Bamako. Precies. Perfecte landing. Uiteraard. Het volgende onderdeel van de bevoorradingsvlucht is het lossen van de vracht.
terwijl de temperatuur schommelt rond de 40, 45 graden. De grote laaddeuren aan de achterkant van het transporttoestel draaien langzaam open. Het lossen van de pallets, de gepantserde container en de andere voorraad kan beginnen. Kapitein Peter Glem, we staan hier op het internationale vliegveld van Bamako. Wat gaat er nu vervolgens gebeuren? Vervolgens gaan wij de cargo in containers zetten of apart stellen voor de vervolgvlucht. Er zijn niet zoveel luchtcapaciteit hier bij de VN vanaf Bamako, dus het meeste gaat over de weg. Hoe lang duurt het voordat het op plaats van bestemming is? Nou, dat scheelt nogal. Met de UN-voertuigen duurt het 2,5 dag. Maar als we gebruik maken van de commerciële voertuigen, dan kan het wijzigen van 7 tot 8 dagen afhankelijk hoeveel familiebezoek ze onderweg doen. Deze goederen die worden dus nu wat we net hebben ontvangen en die hopen we morgen te kunnen afstoten naar Kao. Want we zetten niet voor niks luchtvracht in vanuit Nederland om het zo, en dan dienen wij het zo snel mogelijk door te voeren naar Kao. Hoeveel materiaal hebben jullie nu gelost? Nou, ik denk dat vandaag het zo'n 30 ton is, inclusief de 16 ton panzercontainer die voor communicatiedoeleinden wordt gebruikt. Dan hebben we nog meer communicatiemiddelen binnengekregen. We hebben onder andere ook de kleding en uitrusting van de militairen die binnenkort het gebied binnenvliegen. En we verwachten nog zo'nzelfde vliegtuig en die zal dan vol met de bewapening zitten die nodig is om hier in het gebied veilig te kunnen bewegen. Het eerste deel van de bevoorradingsmissie in Mali zit erop. Alle spullen staan in Bamako aan de grond. Nederlandse militairen kunnen nu daadwerkelijk aan de slag met de VN-missie in Mali.